ik ben Sita Bowman en ik wil u vandaag iets vertellen over torische lenzen. Torische lenzen kun je laten implanteren na een staaroperatie en zij corrigeren een cilinderafwijking die je misschien al voor een hele lange tijd hebt. Wat is nou precies een cilinderafwijking? Een cilinderafwijking is eigenlijk dat de kromming van het horenvlies niet helemaal mooi is zoals een ronde basketbal, maar meer de vorm heeft van een rugbybal. Het horenvlies is eigenlijk het raampje waar het licht als eerste naar binnen komt in het oog. Het is het doorzichtige raampje en die heeft dus een soort bolvorming. En die is dus een rugbybalvorming als je een cilinderafwijking hebt. Het licht komt binnen via het horenvlies, ook wel de cornea genoemd. Gaat dan verder door de pupilopening. Hier ziet u de iris die de pupilvorm de ronding geeft. Daarachter is de natuurlijke eigen lens. En dan gaat het licht verder door naar achter naar het netvlies. Als je een cilinderafwijking hebt, dan komt het licht nooit op het netvlies netjes, maar gaat het er altijd in meerdere lijnen daarvoor zitten, waardoor je dus altijd onscherp ziet. En je kunt dit corrigeren met een brillenglas of met contactlenzen. Of eventueel als je jong bent kun je je ook laten laseren. Maar goed, mocht je dat nog niet gedaan hebben en op een gegeven moment toe zijn aan een staaroperatie, dan kun je dus met een torische implantlens kun je dus van je cilinderafwijking in het horenvlies kun je afkomen. De grootte en mate van de cilinder wordt bepaald door de as, of een groot gedeelte. Want elke cilinder heeft namelijk een steilste as en dat kan schuin zijn, het kan verticaal zijn of horizontaal. En het is belangrijk, voordat je een staaroperatie doet, om te weten of je dus inderdaad die cilinderafwijking hebt. De meeste mensen weten dat wel, want ze hebben vaak al een hele leven een bril nodig om van die cilinderafwijking af te komen. En je moet dus voordat je die staaroperatie doet, heel goed weten de richting van de cilinder en de sterkte van de cilinder. En dat doen wij met heel nauwkeurig meten. Hier ziet u een aantal plaatjes van die metingen. Daarbij wordt er als het ware een soort map gemaakt van het horenvlies, de buitenkant van het oog. En die laat dan zien waar die steilste as zit. Als het ware waar de steilste as van die rugbybalvorm is. En hier ziet u verticaal is. Hier is de steilste as horizontaal en hier is die meer schuin. Dus eigenlijk die rode vlinderdas, die geeft aan waar het steilste punt zit van de cilinder. En op die manier weten wij dan, als we die as weten, hoe we die torische implantlens, hoe we die moeten draaien in het oog om hem te corrigeren. En hier ziet u een heel afwijkend plaatje. Daarbij zie je niet die mooie vlinderdas zoals je die hier ziet. Maar je ziet alleen onderin een soort grote eiland. En dit is een plaatje van een irregulair astigmatisme. Ofwel een cilinder die niet heel mooi regelmatig is, maar onregelmatig. En dat kun je nooit corrigeren met een torische lens. Dus ook op deze manier kunnen wij dus bekijken of iemand ervoor in aanmerking komt om een torisch implantlensje te kunnen krijgen, zodat je van je cilinderafwijking afkomt. Dat kan alleen maar als die mooi regelmatig verdeeld is over het horenvlies en niet in dit geval dat die dus onregelmatig is. Als je besluit om een torische lens te implanteren na je staaroperatie, ja, nogmaals, bij een staaroperatie haal je je eigen troebele lens haal je weg middels de operatie. En er komt een implantlens voor in de plaats. Als je dan een torische lens kiest, dan kun je dat dus corrigeren. Die cilinderafwijking in het horenvlies wordt gecorrigeerd met die torische lens. Wat als je nou geen torische lens neemt, maar een gewone normale standaard monofocale lens? Dan ga je absoluut beter zien, want je raakt af van je staar, die wordt weggehaald en er komt dan een standaard lens in. Maar je hebt dan altijd nog na je staaroperatie dezelfde cilinderafwijking als voor de staaroperatie.
En je hebt dan ook net zo'n zware cilindercorrectie nodig in je bril of in je contactlens om goed te kunnen kijken. Zet je echter een torisch lensje erin, dan wordt die cilinderafwijking voor een heel groot gedeelte of zelfs helemaal wordt gecorrigeerd, waardoor je dus niet meer een cilindercorrectie nodig hebt in een brillenglas na je operatie. Dus dat is heel erg fijn, want de cilinder maakt ook vaak een brillenglas heel erg duur. Hoe ziet er dat nou uit in de praktijk? Hier ziet u meerdere torische implantlenzen en dat hebben we met een systeem dat we gebruiken om dus dat torisch lensje op de juiste manier te implanteren in het lenszakje. Dus dan van tevoren hebben we de as bepaald en de sterkte van de cilinder en dan markeren we dat, oftewel gewoon met inkt. Dat deden we vroeger vooral, maar nu werken we steeds meer met computergeassisteerde systemen, waarbij de computer dan ook aangeeft waar nou precies de as zit van de cilinder, zodat we op de juiste manier de torische kunstlens in het oog draaien. Dus het is eigenlijk op de precies dezelfde manier gaat een staaroperatie als bij iemand anders. Alleen het inbrengen van het torisch lensje, dat kost iets meer tijd, omdat het op een preciezere manier in het lenszakje gezet moet worden. Nog even voor de herhaling, zodat we goed weten waar het nou om gaat. Als je een cilinderafwijking hebt, dat noemen we ook wel astigmatisme, dan is je kromming in je horenvlies ongelijk. Het is niet een mooie voetbalvorm, maar meer een rugbybalvorm. En dit heeft u waarschijnlijk gecorrigeerd met een brillenglas of een contactlens. Onderga je binnenkort een staaroperatie en je weet dat je een behoorlijke cilinderafwijking hebt, dan kun je dat eventueel corrigeren door een kunstlens te laten implanteren met een cilindercorrectie. En die lenzen noemen we torische lenzen. Kies je echter gewoon voor een normale lens, zonder dat er een cilindercorrectie in zit, dus een normale monofocaal, maar zonder torische correctie, dan heb je ook na je staaroperatie net zoveel cilinder over als dat je dat had voor je staaroperatie. Dus dan ben je wel af van je staar, je gaat helderder kijken, maar je hebt daarna nog steeds een brillenglas nodig met een cilindercorrectie. Kies je echter voor een torische lens, dan kun je die cilinder wegcorrigeren voor een heel groot gedeelte of zelfs helemaal, waardoor je dus na je staaroperatie geen brillenglas meer nodig hebt met een cilindercorrectie. De torische lens komt er ook weer in twee smaken. Je hebt de monofocaal torische lens en je hebt de multifocaal torische lens. Bij de monofocaal torische lens kun je één brandpunt kiezen als het ware. Je kiest of veraf goed zien of dichtbij goed zien. En bij de multifocaal torische lens ben je iets meer bril onafhankelijk en heb je dus dichtbij, midden en veraf ook nog goed zicht. Om het verschil te weten tussen monofocaal en multifocaal raad ik u aan om ook mijn andere video's eens te bekijken, want daarin wordt extra gefocust op het verschil daartussen en überhaupt over hoe een kunstlens zich gedraagt in onze ogen. Dat is denk ik wel hele goede informatie voordat je besluit welke lens te nemen, want je doet het eigenlijk maar één keer als het goed is. En dat is heel belangrijk om dat in één keer goed te doen. Heel veel succes ermee!